Ik was van plan om een nieuwe kast onder die schuurmachine te maken. Maar ik ga dat toch niet helemaal. Ik ga dat toch niet doen. Ik weet niet waarom. Ik heb er geen goed gevoel over. Dat heb je soms wel eens. Nou ga ik in die, tussen die poten, kan ik nog wel een kastje maken. Ja. En dat is genoeg om een schuurlinnen op te brengen in ieder geval. Ik heb er maar 2 bij gekocht. Die waren zo'n 20 euro per stuk. En dan heb ik een hele fijne en een middelmaat, geloof ik. Ja, een fijne en een middelmaat. En deze is korrel 80, geloof ik. Als ik het goed gezien heb, dan is dat wel goed voor grof werk. Voor staal en voor, hoe heet dat, gewoon hout. Maar als ik echt verfijnde stukken moet schuren, dan heb ik ook nog van dat hele fijne. En dan, als ik dat nou zo opwerk, dan past dat hier wat onder, denk ik, hierin. Zo. Kijk, dat moet er zo in passen. Ik hoef er niet eens een deurtje voor te maken of zo. Ik laat het in eerste instantie gewoon open. En dan kan ik later wel denken, nou ik maak er een laadje in. Of ik ga nog beneden ook nog wat maken. Ja, als het daar behoefte aan is. Eigenlijk gaat het maar alleen om dat schuurlinnen. Waar laat je dat nou weer? Dat moet je toch ergens opbergen. Nou, dat is de meest logische plek. Lijkt mij. Ik ga de meeste vastschroeven aan mijn plaat, want dat was de opzet. Ik heb een schetsje gemaakt met de maten en het komt inwendig in dat karkas, zeg maar. En dan trek ik er zo een halve centimeter af om speling te hebben. Dat weet ik van kozijnen, dat je moet je dat ook doen. Dus ik heb hier de hoofdmaten ingezet, wat het maximaal mag worden. En ik maak meestal ook zo'n aanzichtje, dat je ziet welke platen doorloopt. Want ik weet, die hoogte is dan 2,25. Maar dan gaat die 2 keer van die dikte gaat er natuurlijk er vanaf van deze plaat. Dus ga ik een uitrekstaartje maken. Ik heb een beetje uitgezocht hoeveel platen dat ik moest hebben. Van zo'n 50 centimeter heb ik platen. 2 stuks. Dus ik zaag 2 keer 50 centimeter af. 51 eigenlijk. En dan ga ik naar de cirkelzaag en dan zaag ik de lengte en de rest. Even de compressor uit. De achterkant komt er zo overheen. Ik leg hem net op de rand dat ik kan tekkeren.
hij wel zitten. Dan hebben we hier zit die min of meer in elkaar. Nou kan ik eerst gaan passen voordat ik ga schroeven. En dan zet ik hem met een potlood of een kruishout een streepje op het hart van de plaat. En dan boor ik voor en dan schroef ik zo de schroeven erin. Komt hij er wel door. Ik kan dit ook losdraaien, die moer, want daar zit speling in dus. En ik had dit plaatje, die zijkant, te kort gehouden, maar dat is de dikte van het materiaal, dus ik kan er nog een deurtje voor maken, dan zo'n klepje, dat het afgesloten is. Ja, dat kan wel, dat forceren we wel. Dan draait die moer een beetje los. Waar is mijn potlood? Even controleren of ik nergens mee in conflict kom. Als ik hier nou schuin, een lang stuk, nou dan kom ik niet in de buurt. Aan de andere kant kom ik er ook niet. Dus dat kan wel zo. Dus als ik hier nou strookje opmaak en aan de andere kant ook, dan kan het niet voor of achteruit. Je kan het ook aan de onderkant doen, dan kan je het niet zien.